SGP, gaat u gang. Voorzitter, ik wijs er eventjes tussen neus en lippen op dat het niet de eerste keer is dat de heer De Groot gewezen is op deze lacune in het systeem, het model van Arius. En daarom verbaast het me ook steeds weer dat hij blindelings achter zo'n model blijft staan en pas gedwongen door een interruptie eigenlijk aangeeft van ja, er zitten wel wat onvolkomenheden in. Maar ik wil het hebben over Stroe. Daar zijn de boeren gisteren op grote schaal is er zand in de ogen gestrooid. En er is een spiegel voorgehouden, niet een spiegel, maar er is een worst voorgehouden waar niet aan voldaan kan worden. Dat is wat de heer De Groot feitelijk zegt. Het is goed dat hij gekluisterd is geweest aan de livestream en alles heeft gezien wat daar gebeurd is. Maar dan heeft de heer De Groot ook gemerkt dat er niet in de eerste plaats, natuurlijk zijn er geluiden die zeggen hakken in het zand, we doen niks, er hoeft niks, die zijn er. Maar dat er een enorme bereidheid is om mee te denken. Is de heer De Groot met mij van mening dat in plaats van het tekentafelplan wat nu gedropt is, inclusief kaartje, dat in plaats daarvan samen opgetrokken moet worden met de sector, met de provincies. Heeft de heer De Groot zich bijvoorbeeld afgevraagd waarom die provincies zeggen van ja, maar wacht even, zo gaat het niet. Hoe staat de heer De Groot daarin? Ik lees ook op de site over nieuw leiderschap van D66 en dan is het samen op enzovoorts. Maar ik lees daar niet over dat nieuw leiderschap toch bedoeld is als dictaat. De heer De Groot. Voorzitter, het mooie was eigenlijk van gisteren en wat ik ook hoorde van iemand die daar met boeren in gesprek ging, dat die boeren zelf veel genuanceerder waren dan eigenlijk de mensen op het podium, die de boel een beetje aan het opjutten waren. Ik zie ook collega knikken hier. Dus het gaat erom dat heel veel boeren zelf ideeën hebben over hoe het beter kan. Ik zal ook bijvoorbeeld aandacht vragen voor biologische boeren of hele extensieve boeren in de omgeving van een natuurgebied, waarvan het een beetje raar is om te vragen of die ook zo gaan reduceren. Dus heel veel boeren willen, alleen de kunst is om ze het ook mogelijk te maken. En daarom heeft D66 zich in dit coalitieakkoord ook echt ingezet om te beginnen bij dat verdienmodel. Te zorgen dat duidelijk wordt wat die kringlooplandbouw inhoudt, hoe je anders gaat voeren, met de bodem omgaat. Dat is waar boeren behoefte aan hebben, aan duidelijkheid en perspectief. Ook al is het, en dat is misschien moeilijk voor de heer Bisschop, voorzitter, ook al is het een boodschap die op dat moment echt vervelend is en moeilijk te brengen. Maar dat is ook onze taak en dat is ook de taak van provinciebestuurders die al heel lang weten, al heel lang aan tafel zitten, dat dit eraan komt. De heer Bisschop. Voorzitter, het is geen antwoord op mijn vraag. Ik waardeer de inspanning, maar de vraag is, hoe ziet dan de D66 voor zich dat dit gestalte krijgt? Als het gaat om nieuw leiderschap, de betrokkenheid van de sector. Ik hoor wel collega De Groot spreken over datgene wat er moet gebeuren. Ik zie dat niet terug in de voorliggende stukken. Dan zou daarmee begonnen moeten zijn, een uitvoerige gedachte-exercitie en verkenning van verdienmodellen enzovoort. Dat zit er niet in. En had dus gemoeten, nou ja, dat vind ik dan een tekort van de coalitie en haar partners. Maar hoe wil de heer De Groot dit proces nu nog inrichten, nu op deze manier, door op deze manier te opereren en de provincies en de sector gewoon tegen het rijk in het harnas zijn gejaagd. Dit wel. Werkt toch niet? De heer De Groot. Ja, voorzitter, leiderschap is in ieder geval niet alleen maar op een podium staan en boeren boodschappen geven die ze op dat moment graag horen. Leiderschap is ook aangeven dat de boodschap soms ongemakkelijk is en hard. Maar met een warm hart. Want voorzitter, er is ook 25 miljard is er vrijgemaakt om boeren perspectief te geven om die natuur weer in een goede staat te brengen. Maar u heeft gelijk, en u zag mij ook knikken, dat als het gaat om het perspectiefdeel van dit tweeluik, hè, want het coalitieakkoord is een tweeluik met aan de ene kant het weer in het goede staat brengen van de natuur, aan de andere kant het brengen van perspectief aan de boeren. En dat perspectief ontbreekt. Dus ik begrijp heel goed dat boeren daar ongerust, en dat deel ik met de heer Bisschop, voorzitter. Want als je die 33 pagina's leest die daarover zijn geschreven, nou, ik denk dat geen boer er iets van begrepen heeft. En je weet echt niet waar je aan toe bent. Dank u wel, de heer Bisschop. Voorzitter,
Alle sprekers op het podium worden op één hoop geveegd. En alle sprekers strooien de boeren zand in de ogen. En alle sprekers brengen een boodschap die de boeren willen horen. Ik vermoed dat de heer De Groot toch de livestream nog eens even na moet kijken. Want dit verhaal klopt gewoon niet. Ondertussen is mijn vraag niet beantwoord. Dat nieuw leiderschap, wat betekent dat voor de betrokkenheid van de sector? Wat betekent dat voor afstemming met de provincies? Er ligt nu een dictaat. Dit moet het gaan worden. Provincies, ga het maar uitvoeren. Gaan provincies dus niet doen, tenzij ze de ruimte krijgen om het eigen manier in te vullen. Maar dan nog de betrokkenheid met de sector. Voorzitter, ik had het woord willen vermijden, maar eerlijk gezegd, tot nu toe is dat hele adagium van nieuw leiderschap lijkt vooral op uitglijderschap. Voorzitter, ja. Ik zou graag een reactie willen, iets genuanceerder en iets meer toegespitst op wat betekent dit nu voor de sector, wat betekent dit voor de provincies? Heer De Groot. Ja, voorzitter, ik heb de livestream beluisterd en de heer Bisschop heeft ook op de hem welsprekende wijze gezegd dat hij langs alle provincies zou gaan om ze een poepie te laten ruiken. En de provincies zijn dus gewaarschuwd, voorzitter. Maar alle gekheid op een stokje. Ja. Ja. De heer Bisschop. Dit is een beetje tekenend voor de manier waarop dan de heer De Groot heeft geluisterd. Nee, wat ik gezegd heb is, als de provincies en de sector de handen ineens slaan en gezamenlijk tot een aanpak komen, dan, om het een beetje op een niet-SGP's manier te zeggen, zullen ze in Den Haag nog een poepje ruiken. Niet de provincies die een poepje ruiken, maar Den Haag. En het citaat van collega De Groot wordt er precies omgekeerd. En dat vind ik een beetje tekenend voor de wijze waarop de livestream is beluisterd. Vrees ik. Voorzitter, dan excuus. Maar dan zijn niet de provincies gewaarschuwd, dan zijn wij hier gewaarschuwd. Ja, ja. Excuus, voorzitter. Ja. Meneer Edgar Mulder doet zijn neus al dicht. Maar de suggestie aan de woorden van de heer Bisschop, die is toch in zekere zin misleidend, voorzitter. Want te suggereren dat het allemaal anders kan als je de handen maar ineen slaat, dat is gewoon niet waar de provincies voor aan de lat staan. De provincies staan aan de lat samen met de minister om te zorgen dat de natuur in een goede staat komt. Om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. En, u zegt dictaat, dat is geen zins een dictaat. Ik bedoel, mijn collega Van Kampen heeft het een praatplaat genoemd. Ik vind dat wel een aardige term. Wat telt is de bijlage bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Want daarin staat per provincie wat het doel is. Hoe provincies het doen, en wat D66 betreft, samen met de boer, want we laten niemand vallen. En zorg ervoor dat je uiteindelijk met veel draagvlak die plannen voor elkaar gaat krijgen. Dank u wel, de heer Bisschop. Voorzitter, de toelichting van de heer De Groot illustreert dat dit een dictaat is. De provincies hebben geen ruimte om eigen beleid te voeren. Dat wordt wel gezegd, maar die en die eisen moet je voldoen. En als een provincie intern afweging wil maken, moeten ze het zwaar motiveren, vind je in de stukken terug. Want anders dan gaat het niet door. Dat betekent niet dat je naast die provincie staat. Nee, dat betekent dat je de provincies gebruikt als Rijksoverheid, als uitvoerder van jouw plannen. Nee. En dan komt dan nog de hele agrarische sector niet in voor. In dat hele plan niet. En ik hoor ook de heer De Groot niet aangeven hoe dat dan een plek zou krijgen. Heer De Groot. Ja, voorzitter, ik deel deze voorstelling van zaken niet, want de agrarische sector zit aan tafel bij alle gebiedsprocessen. Sterker nog, maar ze zijn in een aantal gebiedsprocessen nu weggelopen, nu het spannend wordt. Dat vind ik jammer. En het tweede, voorzitter, is dat de provincie hebben juist heel veel ruimte om gebiedsspecifiek een invulling te gaan geven. Maar nee, het is niet vrijblijvend. Want dat waar ze mee komen zal door een ecologische autoriteit getoetst moeten worden of dat inderdaad bijdraagt aan het in goede stand brengen van die natuurgebieden. En het tweede slot wat op de deur zit is dat alles bij elkaar opgeteld moet het leiden tot 74% van de gebieden van het areaal onder de kritische depositiewaarde. Want dat komt in de wet te staan in 2030. Dus het moet ook als verplichting aan de overheid moet het wel werken. En het derde slot, voorzitter, dat er op de deur zit, is dat het geheel zo overtuigend moet zijn aan een rechter dat hij zegt,
Ik ga eindelijk een keer deze overheid geloven dat deze overheid in staat is met elkaar om die natuur weer te gaan herstellen en om achteruitgang te voorkomen. Dat zijn de twee elementen van de wet. Dus voorzitter, binnen die drie eikpunten hebben de provincies alle ruimte, en dat zal ook eerder aan de minister zijn om dit allemaal toe te lichten, maar alle ruimte om hun eigen plannen te gaan maken. Heer Bisschop. Voorzitter, tot slot een prachtig voorbeeld van de vraag aan de kalkoen hoe die met kerst bereid wil worden opgediend. Ik ga eerst naar de heer Boswijk, dan mevrouw Bekkerman.